Toch met het rare fenomeen doet zich voor. Ja. Dat iedereen zegt dat Bronkhorst niet kan verliezen. Oké. Okay. Meestal ben jij er daar één van. Ja, maar jij ziet problemen. Je ziet beren op de weg. Nee, misschien een heel klein beetje. Oh, een klein beetje. In de vorm van Kazari. En ik denk dat die Kazari gewoon niet klopt. Nee. Over een enkel afstand volgens mij. Want het paard is gewoon top in vorm. Loopt ook op de lange baan gewoon steeds voor aan. En ja, alle respect voor Jan en de paard. Er zijn er toch heel weinig bij die normale koers tijden kunnen vinden. En hij kan dat heel goed. Ja, maar die vrouw kan het ook over 1100 meter. Ik bedoel, zo goed als hij was in die 700, okay, was maar natuurlijk niet normaal. Ja, oké, okay, maar ik denk dat Kazari er wel dat denk ik. Kazari als je favoriet. Ja. Ik denk als je daarnaast komt te liggen bijvoorbeeld, dat je problemen. Ik kom er niet naar, ik kom wel voor te liggen, dat is geen probleem. In het begin is het allemaal geen punt, maar op het eind komt je gewoon niet weer Kazari. Paard een top voor, dan wint de 14 in Keltekies, je wint op een zware grasbaan in 900 meter, dat vind een paard top. En je moet die 700 meter van 40, dan moet je niet aanrekenen, want het ging gewoon aan de start mis. Nou, dat kan gebeuren.